En 8-6. Nu naar 8-8. En we gaan naar de laatste beslissende leg. En ja, hij mag Taylor mag beginnen. Ja. Daar heeft hij het boelen voor gewonnen. Het duurde even, maar uiteindelijk was het toch Taylor die de sterkste was. Bij het bepalen wie er aan de wedstrijd zou beginnen. En dan is het toch knapper wat Taylor hier staat te doen. Want uit kansloze positie zo'n beetje weet hij zich toch helemaal terug te vechten. Eén matchdart overleeft. 60. En ik denk dat het weg is bij Nicholson nu. Hoe opent Taylor deze leg? Voorlopig volgt hij Nicholson, maar de laatste dart. Daarmee pakt hij een triple. Maakt nu in ieder geval een klein verschil. Moet in de aanval. Nicholson heeft nog triples nodig. Ah, dit is wel weer netjes. Ja, een 180. Het was even weg, maar het is weer helemaal terug bij Paul Nicholson. Ja, ook hiermee heb je de wedstrijd nog niet gewonnen. Maar dit zijn ontzettend belangrijke darts van Taylor. Dit zijn ontzettend belangrijke darts. En Taylor in topvorm zie je nooit 45 gooien. Dat heb ik nog nooit gezien in de laatste leg van een wedstrijd dat hij dat deed. Als hij echt in vorm was. Nicholson moet hem nog wegzetten. Hij heeft ook gewoon een triple nodig om op een finish te komen. En vindt geen triple. Ja, dan kun je 180 gooien. Maar weer laat hij zich afleiden door het publiek. Dan gaat weer die confrontatie aan. Ah, ook hij niet, hè? 43 erachteraan. Dit is niet te geloven. En dan gaat hij weer op die dart bijten. Dat lijkt me ook niet ideaal voor de vlucht trouwens, van die pijl. Maar goed. Wie er ook wint deze, Frank, de ontlading zal enorm zijn. Bij beide mannen, ook bij Taylor. Die kropt al de hele wedstrijd wat frustraties op, heb ik het idee. Erin. En naast. En de ronde. Nicholson. Ja, het is voor de wedstrijd. Ja, dat was het al eens eerder. Triple 20. Ja, is raak. Triple 20. 13. En dubbel 16. Paul Nicholson, doet hij het? Hij doet het niet. En dus krijgt Taylor wederom een kans. Ja, het is geen grote kans, maar bij Taylor is iedere finish een kans. Triple 20. Nee. En dan nu. Hoe cool ben je? Hij ziet er wel cool uit in ieder geval, Paul Nicholson. Maar is die ook cool? Dubbel 8. Daarmee kan Paul Nicholson Phil Taylor uit dit toernooi gooien. Dubbel 8. Paul Nicholson. Hij doet het dan toch. En zoekt nog een keer de confrontatie met het publiek. Het handje van Taylor. Hij ligt eruit. De kampioen van de laatste 2 jaar. Gaat het niet opnieuw doen in 2011. Paul Nicholson zit bij de laatste 8.